Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de satellietfoto zien we boven de Noordzee allemaal witte vlekjes, en dat zijn allemaal stapelwolken die enkele buien opleveren. Ze horen bij een heel klein lage drukgebiedje dat traag vandaag over het land naar het zuiden trekt. Vanochtend daardoor geregeld zonneschijn en verspreid over het noorden een enkel buitje. Temperaturen liggen dan nog rond of onder het vriespunt en vanmiddag wordt het zo'n 2 tot 5 graden. Vanmiddag maakt het midden vooral kans op een lokale bui en vanavond trekt die enkele bui. Richting het zuiden. Maar je ziet het op de kaart: het is toch vooral grotendeels droog weer. Vanavond gaan de temperaturen uiteraard weer dalen. Het zal al vrij vlot weer vriezen en uiteindelijk wordt het min 3 graden. In de nacht zelfs lokaal min 6. Komende nacht en morgen overdag opnieuw kans op een enkele bui: dat zal dan vooral een sneeuwbui zijn. De grootste kans maken de kustprovincies. Het wordt kouder: noordoostenwind neemt toe naar 3 tot 4 boven. Ook vrijdag een stevige noordoostenwind en bij temperaturen van 0 tot 2 graden voelt het dan aan als min 5 graden. De vrijdag wordt daardoor de koudste dag van deze week. In de nacht naar zaterdag vriest het nog. Daarna gaan de temperaturen omhoog. Zaterdagavond en zondag is het 4 of 5 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.